Destinatie X. Als waren ze echte Ernest Hemingwegers, stappen deze trotse knaben en deerns honderden kilometers doorheen het Vlaamse landschap. Vandaag loopt deze loodzware reis van 4 dagen ten einde. Dit is een waarlijk wonderbaarlijk tweejaarlijks ritueel dat het kaf van Den Korens onderscheidt. Menig Labbejas en Jan Doedel heeft het ten eindstrepen niet gehaald. En de beginnende verstapper, die enkel op zijn geestelijke flinkheid vertrouwt, loopt er maar krakkemikkig bij. De aanvoerders van den verstappers, magnifieke exemplaren der menselijke ontwikkeling, sieren hun jassen met trofeeën van eerdere ontdekkingstochten doorheen den hele Belgische leefwereld. Deze trofeeën worden door middel van den hypermodernste elektrotechniek zorgvuldig op hun uniforms gestikt, om de tanden destijds te doorstaan. Welke karaktertrekken moet een KSA'er bezitten om deze tocht tot een goed einde te brengen? Deze vraag beantwoorden de magnifieke leiders. Als je zorgt dat een groep er samen staat, dan denk ik wel dat ik heel ver kan geraken eigenlijk. Waarde heer, hoe zorgt u ervoor dat de kameraden de geestesdrift nooit verloren hebben? Aanmoedigen. Iedereen van onze tocht heb ik ook persoonlijk goed bezig gezet. Dus dat is 300 man, maal 4 dagen. Maal 3 keer per dag. Veel. Hoe verklaart u de volhardendheid van alle aanwezigen? Eigenlijk gewoon de KSA-spirit dat er altijd al geweest is om elkaar te engageren en de motivatie aan te gaan om er volledig voor te gaan. Wat hebben uw pagadders eigenlijk gegeten tijdens de tocht? Fritten zeker. Maar ook gezond, ja. Boterham, nee, man. Maar hoeveel chocola langs de randjes? Grootmoeders van Vlaanderen, kookt uw kinderen den appetijtelijkste stoofpot die gij in ons kookboek kunt vinden. Want uw kleinzonen en dochters hebben honger na deze grote beproeving. Om het eind van deze transfigurerende belevenis te vieren, dansen de Belhamels van jong tot oud tot in de laatste uurtjes op de grootste hits van Vrouwengaga, Duizelige Raaskal en Eddie Lang. Swingend, hip en geheel conform aan de normen der deugd. Dit was Georg van Dorpsteen met de laatste nieuwtjes, Heet van de Naald. Tot binnen 2 jaar, Destinatie X.